Even een mopje voor de ontspanning, voor alle kerstdrukte. En Moos is ook dan steeds klaar met inkopen doen. Dus die gaat de stad in. En die koopt een heel mooi pak voor de kerst. Baas de Lazen natuurlijk, van vorige week. En wie komt die tegen? Sam. Ja. En die is maar een partij verdrietig. Hij zegt, Sam, wat is er met jou nou, man? Wat zie je de verdrietig uit? Ja, zit hij gisteren mijn vader overleden. Of zit hij wat erg? Hij zegt, nou, weet je toch, zie Moos. Hij zegt, kan jij me niet even helpen? Zit hij wat dan? Hij zegt, ik moet even een pak hebben voor die dag. Hij zegt, nou, zit hij, je treft het. Ik heb net een nieuwe gekocht. Heel duur pak, hartstikke mooi. Hij zegt, die mag je van mij wel gebruiken. Nou, zit hij fantastisch. Ik geef het pak. Nou, dat gaat 4 dagen overheen. En Moos, die denkt, nou, gewoon hem toch maar even bellen. Dus die belt Sam op. Hij zegt, Sam, hoe is het? Ja, zit hij in de begrafenis. Hij zegt, zo een, ja, mooi afscheid, helemaal geweldig. En Moos zegt, en dat pak? Ah, zegt hij, dat stond mijn vader fantastisch.